Universiteit van Nederland legt uit. Waarom kosten rokers de samenleving minder geld dan niet-rokers? Het is natuurlijk een hele vervelende vraag om te stellen, omdat je dan op een hele kille, zakelijke manier over personen gaat praten, terwijl je je eigen vrienden en familie als mensen wil zien en niet als euro's. Maar de harde werkelijkheid is wel dat ieder mens geld kost. Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. En de rekening van die zorg wordt betaald door ons allemaal. En de politiek bepaalt eigenlijk waar dat geld precies naartoe gaat. Daarom is het heel belangrijk dat we de feiten helder hebben. Wat kost een mens nou voor de samenleving? En rokers kosten de samenleving op dit moment minder geld dan niet-rokers. We gaan rekenen. Elk jaar sterven er in Nederland 170.000 mensen. En 20.000 daarvan sterven aan de gevolgen van roken. Als je bijvoorbeeld doodgaat aan longkanker, dan is de kans ongeveer 80% dat je gerookt hebt. Nou zou je zeggen, laten we alles op alles zetten om iedereen in de maatschappij zo snel mogelijk te laten stoppen met roken. Dat scheelt enorm in de zorgkosten. Maar dat is niet zo. Als je puur naar het geld kijkt, zijn rokers goedkoper dan niet-rokers. En dat is simpelweg omdat ze doodgaan voordat ze andere, duurdere zorg gaan gebruiken. Laten we zeggen dat deze persoon een stevige roker is. En deze persoon rookt niet. Op zijn 65ste krijgt deze meneer te horen dat hij helaas longkanker heeft. Dat kan een agressieve ziekte zijn, dus deze meneer en zijn dokter doen er alles aan om zijn leven te redden of op zijn minst te rekken. Ik heb daar zelf de kosten van onderzocht en de ziekenhuiskosten van longkankerbehandeling komen op ongeveer 14.000 euro per patiënt per jaar. Nu zijn er longkankerpatiënten die meer dan 10 jaar na diagnose nog leven. Maar ongeveer de helft sterft al binnen het eerste jaar. De totale kosten voor de behandeling van longkanker in het ziekenhuis zijn daarom misschien minder hoog dan je zou denken. Gemiddeld 33.000 euro per patiënt. Dit is overigens niet alles, want daar horen niet de kosten bij die deze meneer buiten het ziekenhuis maakt. Zoals bijvoorbeeld voor de huisarts of andere zorgverleners. En de kosten voor de maatschappij doordat hij niet meer kan werken en dat zijn mantelzorgers of de mensen die thuis voor hem zorgen misschien ook niet meer kunnen werken. Deze persoon rookt niet. Ze krijgt geen longkanker. Maar in haar laatste levensfase krijgt ze dementie. Uiteindelijk wordt ze opgenomen en dat kost zo'n 60.000 euro per jaar. De kosten van dementie bedragen ongeveer 10% van het totale Nederlandse zorgbudget. Want tehuizen en personeel zijn nu eenmaal heel erg duur en het gaat om heel veel mensen. Ter vergelijking, de zorgkosten van roken zijn ongeveer 3% van het totale zorgbudget. En dat komt dus door die kortere levensverwachting. Nou, als je zo die cijfers ziet, dan zou je misschien denken, dan kunnen mensen beter gaan roken. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Of je nou aan dementie sterft of aan longkanker, beide zijn verschrikkelijke ziektes. En uiteindelijk hebben we het natuurlijk over mensenlevens en niet alleen over geld. Maar wat er wel aan de hand is, is dat rokers gemiddeld ook nog eens minder gezonde en gelukkige jaren hebben dan niet-rokers. Ze zijn minder productief, minder fit en hebben meer last van aandoeningen, zoals COPD en hart- en vaatziekten. Anders gezegd, rokers hebben niet alleen een korter leven, maar tijdens dat kortere leven ook nog eens meer gezondheidsproblemen. Maar dit beeld is wel aan het veranderen. Waar er bij de behandeling van ouderdomsziekten zoals dementie nog maar heel weinig ontwikkelingen zijn, is dat bij longkanker wel het geval. Voor sommige kankervarianten zijn er nieuwe, dure therapieën ontwikkeld. Bijvoorbeeld immunotherapie. En dat kost al snel het dubbele van traditionele kankerbehandeling zoals chemotherapie of bestraling. En dan kom je voor deze twee patiënten al zo'n beetje op hetzelfde bedrag uit. En die nieuwe behandelingen zijn niet alleen duur, maar ook effectief. Gemiddeld genomen leven mensen met longkanker nu ongeveer een jaar langer dan 15 jaar geleden. En met immunotherapie zagen veel patiënten hun levensverwachting zelfs verdubbelen. Dat betekent wel dat je ondanks je longkanker alsnog die dure ouderdomsziektes kunt krijgen, zoals dementie. Gezondheidseconomen zoals ik maken voortdurend dit soort berekeningen. We maken modellen waarmee we kunnen uitrekenen wat ziektes en behandelingen kosten en opleveren. En alles wijst erop dat je niet alleen jezelf, maar ook de samenleving een steeds groter plezier doet door niet te roken. Water drinken is gezond, maar kan je ook te veel water drinken? Ja, dat kan. Ik ben Dipti en in de volgende aflevering ga ik je vertellen wat er in het lichaam gebeurt als je te veel water drinkt.